Hou op! Ja, met dat gezin. Probeer te slapen. Wat zei je, Alex? Ik hoor je niet. Probeer te slapen, dus hou op met dat gezin. Wat? Probeer te slapen, dus hou op met dat gezin. Wacht, ik hoor, ik versta je niet. Ik kom even uit de buurt. Oh my god. Wat zei je, Alex? Hou op met dat gezin, want ik probeer te slapen. Doe je trouwens met je kleren aan. Dat is een geit. Maar ik heb een baan. Terwijl we hebben een baan weer. Oh ja. Heb je onze auto eigenlijk, heb je auto gewoon naar de garage? Dat mag ik natuurlijk betalen, hè? Dat is dan naar de garage. Ik heb nog een slechte herinnering aan dit ding vorige keer. Ja, dat is vast, ja. Misschien kan ik er niet beter tegen. Is dit een goed idee? Ja. Kijk, er staat de sjaal weer op de kamer. Wat is al dat rood in de kamer? Omdat je hebt gerookt. De kamer is groen. Omdat je even lekker verdrukt op hebt. Dan kom maar even voor mee naar buiten. Oh, oké. Okay. Ja, hier ligt mijn flesje niet. Even een slokje nemen. Oh, hij was over tafel. Ik heb net gedronken. Ik drink. Moet ik de auto? Ja, jij moet de auto. Ik de auto. Misschien maak ik hem al kapot, maar we maken hem eens. Gaan we nog dit keer ook goed op de grond? Ja, we moeten rijden. Ja. Ja, je springt eruit. Ja. Oh, dat deed pijn. Kijk hoe sportief is. Auw. Oké, nee, we hebben een boze man. We hebben een boze man achter ons aan. Wacht even, mag er ook mee spelen? Ja. Oké. Ja, stoppen! Stop even zo sturen. Daar is die auto helemaal gemold. Oké, sorry, ik zal het zo. Niet tegen mama, dan krijg je geen koekjes meer. Oké. Ik was aan het liefde, ik ga het spelen. Oké, nu stop ik ergens. Nu stop ik. Oké. Moet ik de GPS vertellen? Ja. Wacht even, ik sla mezelf echt tegen de dingen. Dat is uitgewerkt. Sorry, jongen. Oh ja, de... En mijn GPS nodig? Waarom leg ik de tasjes nog steeds op? Het bagage dak. Ja, dat mag niet.
Wacht, moest ik niet meer spelen met het stuur? Nee. Oh, sorry, ik ben geworst. Nee, die man is nu dood. Waarom heb je een waterpistool weer? Mag ik schieten met de waterpistool? Ja. Of is dat geen goed plan? Ik denk geen goed plan, het is een rap politie. Was het toch maar een waterpistool? Ja. Waarom ben ik hier zo boos van mij? Omdat jij net hebt geschoten! Waarom kon ik geen water uit? Het was gewoon een waterpistool. Ja, hoe raar, hè? Pas op, niet in gevaarlijk. Ja, hier is vooral gevaarlijk, ja. Ik moet nog even iets pakken. Dat deed dat knopje dus, dan ga je om zijn kop. Ja. Kan je even parkeren hier? Ik moet even iets uit de achterbak pakken. Ja. Wordt de politie boos op mij? Nee, neem wel de auto mee, want ik wil de auto niet laten. Wordt de politie boos als ik deze benen doe? Geen idee. Misschien wel, want misschien wel, want er is al... Politie, mag ik in de auto? Ik heb politie. Oké. Okay. Zit achter mij aan? Zit ze nou achter jou aan? Zit achter mij aan. Dus ze botst tegen mij aan, hè? Oh, misschien omdat je misschien niet bent, hè? Ja. Fuck. Ik kon tijdreizen. Kijk dat ik niet ben. Of ben ik flauw gevallen en ben ik daar weer gewoon. Kebab. Is mijn band op daar nog? Oh ja, de baas zei als we de auto kapot gaan, repareert hij hem wel als we in de gebouw zijn. Maar. Oké. Maar dan zijn de paarden het enige wat ik heb gehoord, want ik maak me zorgen buiten. Maar voor de rest weet jij en weet alles goed. Ja. Is het de morgenbouw? Maar ik weet niet of hij. Nee, wat weer praten maar zo. Maar gaat hij echt onze auto kunnen maken? Ja. Ja, dat kan. Moeten we daar ook geld voor betalen? Gratis. Maar wat moeten we eigenlijk doen voor onze baan? Auto's stelen en dat soort dingen. Vooral auto's stelen. Moeten we ze ook verkopen of dat niet? Ja. Ik en hij, dit is de eerste keer dat ik een beetje goed kijk. Oké, ik ga heel even serieus rijden. Oh! Was dat goed? Nee. Wat doet dit knopje eigenlijk? Wat doet dit knopje eigenlijk? Dan ga je omhoog en dan daar leg je beneden. Op z'n kop. Wat vind je eigenlijk van mijn hoofd? Kijk even van mijn hoofd. Wat vind je eigenlijk van mijn hoofd? Beetje lelijk ziet het eruit. Je bent ook weer nooit lief, hè? Heb ik eens mijn gezicht gepoet? Is weer lelijk. Ja, dat is toch. Wat doet dit knopje eigenlijk? Moet ik maar afleggen van de knopjes? Ja.
Ben je boos? Nee, niet echt. Ja, we kunnen ijs kopen hier. Even een beetje papier. Boom. Ik wil ijs. Er is ook een bankje. Wacht, ik ga even naar de winkel gaan. Want de winkel hier bij de stad is. We zijn hier altijd heel vies. Wacht even buiten. Ik ga even naar de winkel. Nee. Dat lopen heeft me helemaal water. Ik weet niet. Ik heb snacks gekocht. Ik heb een colaatje gekocht. Oké. En ik heb gewoon alles gekocht wat ze daar hadden. Ik weet. Maar eentje weet ik niet wat daarin zou doen. Ik drink echt een colaatje. Grapje, ik had de hele tijd gewoon een masker op. Ik ga even de masker afdoen. Ja. Ga even naar het kledingwinkel als je weet. Wat heb ik gedaan? Oh, de waterpistool. Oké, en die is nu dicht. Kom je ook even jezelf omkleden, want we moeten toch auto's spelen? Ja. Even kijken, ik heb een kleren aan. Wacht even. Niet kijken, niet kijken. Alex, even niet kijken. Test je ook wat kleren? Nee, ik test ook niet. Okay. Nee, deze is niks. Je hebt die gekozen? Nee. Laptop ook niet? Nee. Ja. Zo lekker weer lijf. Gaan we dit doen of niet? Nee. Oh, nee, wacht, dan word ik gewoon nee. Ja, deze wil ik. Nee. Nee. Of die ene, ik weet wel. Die ene met die half hoodie. Mogen deze of deze? Nee, met die half hoodie bedoel ik, die ene, met die half hoodie. Hij moet dat even kijken voor je eigen. Met deze. Dit vind ik wel iets hoor. Ja, want zo en met. Dan gewoon open mouw. Ik ga weer hoor. Waar heb ik de auto? De auto ziet er niet zo goed uit. Ga jij leiden? Ik ben echt. Kom je naar die woorden vandaan? Tjoe, jongen. Okay, ik kan wel rijden. Ja. Oké, ja. Ik ben wel blij met deze auto. Geef jij even de GPS aan? Oh ja, ik ben erachter gekomen dat dit een Mercedes is. Gaan we? Kunnen we nadat we gewerkt hebben een ijsje halen bij de stad? Ja. Oké. Dank je. Geef jij even de locatie op? Geef jij even de locatie? Gewoon rechtdoor. Ik heb de GPS bij. Dat lukt is nu een beetje niet gewerkt. Jongen. Ik klonk als een baby. Ja. Praat ik ook als een baby? Ja. Maar die koek is van mijn moeder, dat
dat is echt wel. Als je oud bent, krijg je geen koekjes van mijn moeder. Weet je, we moeten naar boven. Ja, nee. We hebben benzine nodig, dat is het benzine. Mag ik weer met het stuur spelen? Ja. Oké, ik stop, ik stop, ik stop. Dan gaan we erna. Ja, anders gaan we ernaast. En nu? Heb Alex een telefoon bij hem? Ja. En die app Discord, heb dat ook bij hem? Ja. Oké, wacht, ik stuur de app. Okay. Is het hier? Ja. Voor mij was het hier. Oké, okay, ik heb je iets gestuurd via Discord, als je dat even wilt kijken op je telefoon. Was het hier? Wacht, mag ik de foto? Ik ga even wel op de foto kijken. Hoe heet het? Meesbank. Hoe heet het? Meesbank of zo? Ja, Meesbank. Mijn vest of zo? Ja, Meesbank. Ik zoek het even op het. Koop uitstand. Oké, ik ga wel even. Ik ga wel even. Nou, mag ik even erin? Mijn auto is in mijn glas. Oké, okay, dat is nee. Mijn auto, maar ik wil rijden. Nee! Nou, hoe? Want jij alles verpreekt. Ik moet de andere kant door. Maar eerst moeten we even tanken. Eerst moeten we even tanken. Mag ik niet met de stuur spelen? Ja, daar. Jij gaat eerst maar even tanken. Moet ik betalen? Ja. Nou, maar nu heb je een zak gehad om koekjes te kopen bij de supermarkt. Oké, deze even. Deze. Toch? Ja. Mag ik zo meteen alsjeblieft met de stuur spelen alsjeblieft? Ja. Of mag niet? Ja, even dan. Ben boos, maar. Ja. Hij is wel vol, ik ga even naar binnen om te betalen. Oké, okay, hij is dicht. Volgens mij moet je hier gewoon betalen. Ja, zo betaalt. Nee, wacht maar, alsjeblieft. Ik heb een goed idee. Rij maar. Sorry, wat gebeurt als ik op die wat zeg ik? Maar ik ben net aan het bellen met de vriend van mij, dus ik zal. Oké. Alex, wat gebeurt als ik daarop schiet? Iets. Gebeurt er iets als je. Dan betaal je. Oh, oké. Gaan we? Ik denk niet. Oké, ik heb iets verder gehaald. Geen idee. Oh, volgens mij heeft de baas de auto opgehaald. Ja. Ik ben al achtergekomen waar het is. Ik ben niet bij je. Maar was ik flauw gevallen? Ja, je was flauw gevallen. Oh. Kan jij mij maar veilig. Waarom staat er een agent hier in de politieauto's? En is. Is dit geëxplodeerd? Geen idee. Nee, dat is niet.
Nee. Alex had een gehangen. Daar waren net een paar van die hangjongen. Maar mag ik hem niet doeken maken? Ik heb weer geen zakkap om koekjes te kopen. Ik was vroeger altijd even heel goed op vieren, ik ga weer mee. Oké, dat probeer ik dan met jou. Huh? Of. Ik noemde mij niks voor niks. Job. Ja, ik heb het ook wel gedaan. Is dit gebouwd? Ja. Ik hoop dat het mooi is. Ik heb een vriendin. Zullen we nog de badkuip vullen met koekjes? Ik ben niet aan. Oké, Alex, nu raak ik jullie wel zeggen. Ja, waar ben jij trouwens in GTA? Waar ben je? Oh, de baas heeft trouwens betaald om voor het niks te doen. Oh, dus hij betaalt mij niet. Dan kom je naar binnen, want het is hier echt heel mooi. Ja, waar ben je? Ik ben in dat gebouw waar mijn handen was. In dat gebouw? Oh ja. Moet je naar beneden komen met de lift? Maar ik ben bang voor de lift. Snel. Ik kom wel naar beneden, weet je wel. Ik ben altijd bang dat de lift. Oké, waar ben je, Alex? Nee, ja. Gaan we gewoon samen naar binnen? Jij weet toch de code? Ja. De net was die ook. Oké, heb je de code ingediend? Ja, kan het niet. En nu? Ik moet even wachten. Dan kunnen we naar binnen. Klaar? Dan kunnen we naar binnen. Nee, nog niet. Is het klaar? Geen idee. Ja, nu kan ik de code intoetsen. PC bedoel je? Ik heb PC. Wel een goed idee voordat we gaan. Denk jij wat ik denk? Ja, ik denk dat wat jij denkt. Mag ik dat of moeten we het niet doen? Je kunt het best eigenlijk niet doen. Je kan het best niet doen, maar je mag het wel. Oké, dan doen we het. Ik wil even een spelletje spelen voordat we gaan.
Kunnen we ook een tv-spel spelen? Nee. Ja, zonder mij je kan een spel spelen. Kom even zitten, dan gaan we samen een spel spelen. Oké. Oké. Ik ga winnen. Het is op de Xbox, dus er staan allemaal doodkasten. Oh, we moeten op laatste lijn liggen. Ik zei toch, ik ben goed in dit soort spelletjes. Oké, geen idee. En waarom noemen ze mij voor je? Nou, en waarom ben jij in de account van mijn vriend waar ik net mee praat? Geen idee. Alex, ben jij lekker? Nee. Wat gebeurt er? Oh. Ik dacht dat je je eigen lijn nog had. Ik wil nog een keer. Oké. Nee, nagaan we. Ja. Werk is zo saai. Nee, niet meer. Ik ben lekker gewonnen. La. Ja, dat wordt er niks. Het is gewoon voor de leukheid. Ik vind het best. Gaan we aan de beginnen? Ja. Is soms een baas bereik? Wat is dit eigenlijk? Wat? Wat is dit eigenlijk? Geen idee. Volgens mij kok of zo. Maar hij is wel rijk. Oh, wat ik binnen. Waardoor ik binnen. Hij is wel rijk, want hij heeft zijn geheime kluis. Oké, zeg als hij niet kijkt. Oké, hij kijkt niet. Hij kijkt niet. Ik heb ooit gedroomd. Misschien heeft hij al zijn geld ergens anders verstopt. Is het hier? Oké, ja. Hij heeft dan verstopt. Oh, hij heeft zijn pinpas niet verstopt. Hij heeft zijn pinpas. Ja. Ik bedoel, je dingetje dat ze pimp was. Ja. Ga maar aan de slag gaan zetten, maar je moet klik maar gewoon iets op de laptop en daarna moet je een auto stelen en daarna mag je ze controle doen. Oké. Okay. Wacht, weet je wat? Kunnen we even een film kijken voordat we dat gaan doen? Ja. Dan stuur ik je weer even iets via die app, want ik vind die app wel leuk. Ja. Wat zeg je, baas? Hoef geen auto meer te stelen. Oké. Gaan we dan weer gamen en dan is het oké? Nee. Gaan we gamen of kijken? Even kijken. Kijk, kun je het voor de camerabeeld te zien? Ja. Daar staan gewoon mensen. Kijk, je moet hier zien. Er staan gewoon mensen daarbij. Er staan gewoon een ander land staan. Voor de deur. Maar mogen we niet alsjeblieft weer kijken? Ik wil ook niet meer kijken. Ja. Wat zijn met de tv gebeurd?
Ja. Ik denk niet dat we deze basis oplossen, de basis die er nog op is. Nee. Oké, ik had tegen haar vragen voor wat euro krijgt. Hoeveel euro krijgt voor de bussen? 10.000! Dat is wel veel. Oké, dan gaan we aan de slag. Ja. Oh, hij zegt dat hij ons wacht. Ik bel even naar de auditor. Ik bel even naar zijn assistent tegen mij om even te bellen met de auto. Dus ik bel die even, als je het niet uitzoekt. Ja. Ik ben erg snel geworden. Vroeger dacht ik dat je beestjes moet eten. Ja, het was slim geworden. Kijk je niet door naar haar. Ik wist ook niet dat het niet mocht. Ja. Oh. Ik vraag echt zo of we kunnen ook. Kan de telefoon beneden zetten? Ja. Hij zegt me, oké, ik ben bang voor de lichten. Kom je op? Ja. Ik denk dat het lijkt te liften. Ja. Ik ben heel bang voor de lichten. Ja, dat had ik misschien wel gedacht. Geen idee waarom dat die er ligt. Oh, hier waren net die ambulance. Hier waren die ambulance bezig. Mag ik rijden? Oké, jij moet me wel helpen, oké? Ja. Je mag gerust wat harder rijden hoor. Je mag gerust wat. Hij heeft een app naar mij gestuurd die ik moet gebruiken. Ga jij rijden? Ik moet hacken, dat weet ik vroeger altijd om koekjes te kunnen hacken. Dus. Ja, zeg jij maar waar. Heen moet. Rechtdoor. Zeg maar waar ik heen moet. Jij moet hier in. Pas voor de bus. En zo een bus. Gewoon. Heb je lessen gehad? Ik heb het stuur. Sorry. Hoe ga ik door nog? Mag ik thuis de douchekabine voor de koekjes? Nee. Maar zijn chocolate chip koekjes? Nee, alsnog niet. Dat is vies.
Met melk erbij? Nee, dat was wel vis. En als Koreaans zijn die, mag het dan wel? Nee. Oké. Dat is wel best vies, dat. Maar weer en niet tegen mijn moeder leggen dat ik een middeltje weer gisteren op had gesloten naar de politie. Nee, ik zeg dat niet. Oké. Wat doet die vrachtwagen dan? Geen idee. Ik denk pack, denk ik. Oh, dat is een mooie auto. Ja. Een mooie auto. Ja. Dat is een Mercedes. Oké, dit was de laatste dat ik aan de toekomst had. Ja. Ik knip de sticker op. En waar nu heen? Rechtdoor of? Alsjeblieft niet, ja, rechtdoor. Alsjeblieft niet slaan met naar de knopje zand. Mag ik weer rijden, kan ik me een beetje weer laten rijden. Ja. Omdat ik voordat volgende week onze auto's opgeploft. Dus als je even hier stopt, dat ik weer mag rijden. Ja. Oké, ik ga gelijk erover. Ah, die pomp van mijn poot. Auw. Ah. Ja, dat is goed. Oké, let's go. Oké, is dit zo goed? Ja. Moet je remmen in de bochten? Ja, een beetje per remmen in de bocht. Wat gebeurt er als je dan... Wat gebeurt er eigenlijk als je... Weet het, dit draai-draai ding... En dan ga je drijven. Oké. Dat scheelde niks. Ik hoop dat we nog op tijd hebben. Ik ga nu maar even aan geen knopjes en de drijfdraai. Alleen de drijfdraai. En de turtle. Ja. Doe dat maar. Ik heb natuurlijk wel een smartphone. Oké, doe ik het zo goed? Ja. Jij zit stiekem aan het sturen, hè? Maar jij zit stiekem, je hebt stiekem zo'n controle, toch? Maar, of niet, hè? Ja. Of niet. Dan kon ik het ook wel met het weten. Ja. Zo denk ik. Maar, wil je dat volgende keer doen? Want ik vind wel... Ik vind het wel leuk om te draaien zo. Want ik denk dat ik zelf ga rijden. Door het draaien. Omdat je eigenlijk je stuur en alles bestuurt. En dan nog. De baas zei dat het hier ergens was. Ja. Hij zei dat het hier boven was. Dus. Ja, ik zie ze al. Oké, we moesten dit pakken. Oké, nu moet jij weer rijden. Ik moet winnen. Of wacht even. Oké, snel. Ik moet het snel maken. Oké. Hey. Probeer te vinden, maar... Ik kan... Deze app is iets moeilijker om te hacken. Oké. Heb je het of niet? Nee, dit is heel moeilijk hacken. Ik heb het! Even de andere kant op. We moeten naar het huis toe helemaal. Moet ik weer rijden? Ja. Want jij gebruikt altijd die controle. Dus als je even hier stopt.
Ja, gebruik ik beter die controle. En de controle. En dan rijd je, dan kan je besturen. Oké. Okay. Dat is wel. Ja. Mag ik dat gebruiken als een schans? Of gaan we het dan doen? Ja, dan gaan we doen. Oké. Je moet toch wel je geld hebben? Oh ja. Maar wat vind je eigenlijk van mijn weg? Goed hoor. Dat is gewoon echt wel goed. Alleen ik kan het ook bij de bank doen, maar bij de bank kun je daar sneller achter komen, omdat je dat heel goed beschermt. Ja, dat kan wel, maar de kans is gewoon echt dat je een virus op je laptop of zo gaat zitten en dan komen ze achter mijn laptop. Dat heb ik wel slim. Oh. Opletten, ja. Ik wist niet dat. Ik wist niet dat. Hoezo moet ik op jou? Jij niet op jou, Alex, want jij rijdt. Echt niet. Ja. Dat heb ik voor. Kun je hier eens dan? Oh, voor zulke bochten kan je handrem gebruiken. Ja. Ik zag je op die controle handrem schakelen. Is dat betaal je daar ook mee? Oké, we gaan een tunneltje in. Je hebt staan niet op. Oh nee, die tunnel die staat een beetje in. Ja. Oké, ik daarom dacht ik deed maar niet dat ding maar. Oké, joh. Ik praat even tegen mezelf. Je kan het. Je kan zo, rijden zo te doen. En lukt me, kijk. Ja. Lukt me. Ja. We zijn nu dicht bij ons huis en die weet dat. Oké, hij heeft geen banden meer, waarom reed hij nog? Hij had geen banden meer. Nou, is niet slim als hij dan nog. Ik bouw even zo'n vriend van ons. Even kijken hoe dat gaat. Ik zal maar niet schieten, want de politie wil ons hier. Ja. Oké, we hebben nog maar 4 minuutjes. Oh ja, natuurlijk rijdt hij voor me in als ik de wagen ga proberen. Oké, rijd maar van de kant op. Ik moet weer hebben. Oh, dit hek is zo makkelijk. Ja. Oké, je reed verkeerd kant. Mag ik rijden? Wat? Ja. Wat doen wij hier nog dom? De baas zei dat we ook een helikopter kunnen krijgen wanneer we aan de. Ik heb heel veel games gespot door een helikopter. Ik heb ook een stuur van een helikopter. Dus dit kan je aan mij overlaten. Ja. Geloof me. Vertrouwen me. Wat gewoon zo laag mogelijk aan de grond hoe sneller je gaat. En dat is wat wij nodig hebben, want we hebben nog heel veel. Ja, maar lopen voor de stoplicht daar. Voor 3 minuten. Ik hoop dat we het halen.
Maar ik stuur je even via die app. Ja, die app is echt handig. Beantwoord is, dus je hebt gevraagd aan haar over. Maar wil je daarna wel nog even op vakantie? Want we hebben nog onze koffers. Vorige keer ging dat iets minder goed toen we dat hadden. Nee. Maar dit keer heb ik een goede geboekt. Ik heb een appartement geboekt in de stad. Oh, oké, alleen of dat doen we dan de volgende keer. Oké, ik zeg wel dat het overgepraat moet. Oké, hij heeft tegen ons gelogen. Hij heeft ons 15 euro. Wat moet hij nou met zoveel geld? Geen idee. Oh ja, we hebben een kant. Dus ik kom goed uit. Dat is nog een kant. Ik ga het om het fortuin. En loop naar de tank. Te blijven. Nee, want voor mij zie je die linkbasis. Oh. Er staat. Is een knopje in de helikopter en staat shoot a rocket. Mag ik dat doen? Ja. Shoot a rocket op de staat. Oké. Gewoon. Ik weet niet dat dat gebeurt, maar eigenlijk best wel leuk. Zo'n lekker raket. Mensen. Ja, nee, maar kijk, die man verdient het. Hij heeft vroeger snoep gestolen in de winkel. Daar verdient hij het. Klopt. Ja, nee, dit is niet. Oké, dan ga je nu video afsluiten. Ja.